allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk je op de abonneerbutton, like deze video en druk een belletje. Blijf van alles op de hoogte als wij online zijn. Ik ben thuis aan het werk. Ik heb hier een en ander heb ik hier nog wat gepoetst. En ik ben nu tosti aan het maken, want ik heb vandaag ontzettend druk gehad op het werk. Ik heb toch nog even tijd gehad om hier nog wat te doen, maar ik heb het werk heb ik wel af, dus dat is wel één voordeel. En vanmorgen, ik ging werken, was het slecht weer en dat soort dingen allemaal, dus ja goed. Ik heb het dus gewoon, het enige wat ik nog boven moet doen is was ophangen en dat soort dingen allemaal, dus daar is de kat, hallo, ja, daar is de kat, ja. Dus dat moeten we zo meteen even doen. Dat is een lege batterij. Maar ik denk, ik ga eerst even lekker eten. Ja goed, het is al... ja. Het is al middag, is het heerlijk. Ja, pff, een beetje back-off vandaag. Dus, maar goed, we mogen niet klagen. We zijn blij dat wij voor jullie kunnen vloggen. Dus ja goed, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Geniet van de beelden wat ik ga maken. En ja, heel veel kijkplezier vandaag. Dus ja goed, mocht je nog een tip hebben, laat het even weten in de reactie. En abonneer is helemaal gratis en like ook. Het enige wat je voor hoeft te betalen, had ik gisteren ook gezegd, is als je lid wilt worden. Je bent niks verplicht, maar het zou wel hartstikke leuk zijn om lid te worden. Dus ja goed, dit is klaar. Ik ga lekker even wat eten. En dan kan ik verder met de rest doen. Dus dat gaan we doen en dan ga ik dat eerst lekker eten. Dus, yep, like it. Zo, dat hebben we allemaal weer opgeruimd en alweer klaargemaakt voor de rest. Dus de was die had ik nog aangezet. Net één is klaar, wat ik al zei. Die moet nog een dik uur. Ja. Ja, ik ruik de tosti hier nog. Heerlijk is dat toch, hè? Ja, want ik had de was al uit de wasmachine gehaald. Dan ga ik dit heel even ophangen. En dan, ja goed. Want ik had hier ook nog wel alles schoongemaakt. Kijk, daar en hier. Mooie club, hè. Dus, ja, dat heb ik ook alweer gedaan. En er ligt daar nog was. Daar moet nog gewassen worden. Dus we zijn nog wel eventjes bezig. Dus aan de slag. En dan hebben we dat klaar. Yes, alright. Tada! Is de was weer heerlijk lekker opgehangen. Huh? Ja, 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 ja. En gisteren was ik bij Mediamarkt. Ja goed, ik heb een actioncam, zoals jullie weten. Maar ik zag de opvolger van deze en een andere, zag ik. Ik heb de actioncam nummer 3. Dus geen GoPro. Het is... hoe heet het? Een ander soort model is het als andere. Dus, maar ik zag hem daar in de Mediamarkt staan gisteren toen ik daarheen was. Want ja goed, ik denk, wow, hoe mooi. Kunnen we weer eens gaan oriënteren, weer eens, als het zover is. En we hebben het nodig, dan is het wel altijd hartstikke mooi. Dus, maar goed, nou zijn ze vrij prijzig omdat het nou vrij nieuw is. En ja goed, dan ja, moeten we maar eventjes wachten, hè? Ja, dus ja goed, dat is helemaal klaar. Ik ben van plan om dadelijk nog even de deur uit te gaan. Waar ik naartoe ga, dat zien jullie wel vanzelf. En nee, ik hoef vandaag niet naar het AZC of die kant op. Dat hoef ik vandaag niet, want dat had een andere collega gedaan. Dus ja goed, dan is dat zo en voor de rest vind ik het prima. Dus ja goed, ik ga dadelijk de deur uit. En dan zien jullie wel vanzelf waar ik naartoe ga. Dus even wachten. Even bijkomen. En dan gaan we weer. Yes. Alright. Zo. Ik heb de jas zo aan. Zoals jullie zien. Ik ga er heel even vandoor. En dan zien jullie wel vanzelf waar ik naartoe ga. En dan laat ik jullie een beetje verrassen. Ik denk ook. Wat heeft hij toch over? Ik ben blij dat het droog is. Want het heeft vannacht, de hele nacht heeft het geregend. En, oh, zo. De hele nacht heeft het geregend. En ik ben blij dat het droog is. Weet je dat? Echt. Fantastisch.
Ja, en zo gaat dat. En ook, want ik, wat ik al zei, dat ik hier aankom rijden en daar met de tuinslang daar, stond hij al klaar. Ik had het niet gezien. Daar was ik ook nog nooit binnen, zeker nat. Ja, goed. Dan mag de pret niet drukken, hè. Dus, nou, ik ga er vandoor. En dan zie je mij zo meteen. En dan, yes, alright. Nou zijn ze hier bezig. Nou is het bij ons voor, is het hartstikke druk. Dus, ja, goed. Dat is fantastisch. We zijn hier aan die rotonde aan het werk. Het schijnt dat ze hier een keer doorheen hebben gereden. Ja, het is wel lekker rustig. Ik ben heel even hier gestopt, want ik zag net zo'n hele grote roofvogel hier vliegen. Maar ja, ik had de camera willen pakken, maar hij vloog net weg. Dus hij hoorde me aankomen en ik denk, gauw even wegwezen, want die Walter komt eraan. Ja, 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 ik wil niet op beeld, nee. En ik had nog proberen daar, maar op een gegeven moment, ik ben daarvoor, zag ik op een gegeven moment een wild konijn daar lopen. Ja goed, dat is hier in het bos, hè. Ja, bosomgeving. Deze weg is trouwens helemaal afgesloten. Want hierachter is de snelweg. Kijk. Kijk. Oh, zo. Mooi, hè? Mooie bessies, hè? Bessie, oh bessie. Dus ja goed, ik was net te laat. Dus, maar die vliegt hier in het rond. Volgens mij is die ergens ontsnapt. Ik weet het niet of die is hierin komen vliegen. Maar die vliegt hier in de buurt. Want ik heb hem laatst, een tijd terug in de zomer, heb ik hem bij ons in de buurt gezien. Maar ja, hier zal er waarschijnlijk meer voedsel zijn voor dat beest. Weet ik niet, maar ja goed. Ik zag hem, ik wou hem pakken. Ja, dan was hij weg. Dus ja goed, maar ja. We doen er niks aan. Nou, we gaan er weer vandoor. Klinkt niet gezond, hè? Dat is natuurlijk de druk wat erop zit. Ja. Toevallig zijn ze daar, kijk. Zijn ze daar aan het maken? Nou, ik ga binnen betalen. En dan zien jullie me zo. Zo, ik heb getankt en betaald, dus kijk, dat is. Dat is de pomp. Normaal zie je zoiets nooit, hè? Nou, ik ga mijn helm opdoen en dan gaan we er weer vandoor. Toedeloe! Ben ik even hier gestopt? Ja, kijk of ze openmaken, hè?
Maar het duurt altijd heel eventjes, dus... Belletje lellen. Ja. Voilà. Nou, het is open, dus ga ik even naar binnen. Ik moet toch even een plasje plegen. Het is nog kouder, een plasje wat meer. Yes, alright. Zo, ik ben even wat langer blijven zitten, want ze hadden een kast besteld en die moest in elkaar gezet worden. Dus ik zie dat het al bijna avond is, ondanks dit licht. Maar goed, ik ga naar huis toe en dan zie je mij dadelijk. En ik ben weer thuis. Het is dat het geen geurtelevisie is, maar volgens mij ruik ik al eten. Komt niet vaak voor. Zo. Hallo. Het eten is schijnbaar klaar, denk ik. Hallo. Hallo. Nou, dat is dat. En dan gaan we smikkelen, smullen. Nou, ik dacht dat Linda gekookt had. Alleen voor Daan. Ja goed, dan ga ik zelf aan de gang. Ik ga lekker spaghetti opwarmen. En ja goed, dan nemen we jullie gezellig mee. Zou ik zeggen. Veel kijkplezier. Ik denk dat de vlog wel kort wordt vandaag. Maar goed, dat maakt niks uit. Mag de pret niet drukken. Hè? Toch leuk om te zeggen. Ja goed, ze hebben een tv-meubel hebben ze besteld. Alleen ja, daar heb ik wat meer tijd in moeten besteden, aan besteden. Ja goed, dus zodoende zijn we wel later. Ja goed, maakt ook niet zo heel veel uit. Zoals je ziet, ik ruim me normaal altijd netjes op. Ik laat alles liggen. Even onder water. Dan ga ik wel dingen, want ze zitten lekker voor aan tafel. Oh, en daar is de kat. Kijk eens, hallo. Ja, en de was is ook nog klaar, dus ik heb nog even nog wat te doen om voor ik de deur uit kan gaan. Ja, ja, jullie horen het goed. Ja, ja, ja. Nou goed, ik ga gewoon kijken hoeveel ik opkrijg. En ik vind toch in de koekenpan wel wat lekker. Ik had het in de magnetron kunnen doen. Had ik ook kunnen doen, maar ja goed, ik kies ervoor dit. Ja. Dus. Ja goed, het kastje staat. Dus ik moet daar alleen even een plaatje of kastjes in elkaar gezet worden, of zeggen. En ze hadden al gebeld naar Lint totdat het hier aankwam. Maar ja goed. Ja, ik heb er weer een nieuwe man om. Thuiszorg was ook daar eventjes. Ze zegt, zal ik je gelijk even erbij helpen? Yo. Nou, normaal mogen ze dat nooit doen, dus... Maar ja, goed. Het is een kwestie van even wat schoonmaken. Een stukje dingen erop leggen. En dan band erom, that's it. Dus, maar ik moet zeggen, de wond ziet er wel redelijk schoon uit. Dus, oh, dat is Linda. Hallo. Hallo. Dus, ja goed, ik ga nog even verder. Kokkerellen is zo klaar. Zo, mijn eten is klaar. Gewoon even zo. Spaghetti bolognese. Si. Muchas gracias, signore. Nou, dat is dat. Ik zet er gewoon bij. Ja, ja, ja. Nou, magnifiek. Nou, ik ga mijn bestek pakken en dan ga ik eten. Yes! Okidoki! Ja, ja. Wacht, ik ga jullie weer zetten. Ja, normaal ligt de tafelkleed en dat allemaal, maar nou even niet. Nou, ik
ga eten. Zo, ik ben weer even wat verder. Kijk, ik heb niet veel op. Of ik heb best wel redelijk opgegeten. Ik ga de boel ook nog opruimen. De aardig allemaal en dat soort dingen allemaal. Dus dat ga ik doen. En dan, want ik moet nog een was boven nog ophangen. Had ik aangezet voor ik wegging. Dus die is ook alweer klaar. Dus ik heb nog even wat te doen. Dus, en daarna kom ik bij jullie terug. En dan komt alles weer dik in orde. Yes, alright. Tada! Alles is weer netjes opgeruimd. Ik heb daar weer alles opgeruimd. Ik heb even de stofzuiger er doorheen gegooid. Ja, gewoon dwars door de dingen. Hier heb ik alles klaar. Ik heb gedeeltelijk van het ontbijt ook al klaargezet. Linda en Daan die zijn naar de training. Ik heb de was heb ik boven ook nog even opgehangen. Dus ik ben helemaal klaar. Ik ga heel eventjes even naar de training toe. En dan neem ik jullie daar nog gezellig in mee. En dan komt ook alles dik in orde. Dus dat gaan we doen. En dan komt alles dik in orde. Dat is de kat. Hallo. Nou, ik ga mijn jas aan doen. En dan gaan we even een stukje rijden. Peace. Zo, ik heb de jas aan. Dus ik ga de helm op doen. En dan gaan we die kant op. Yes. Kudokie. Het is me toch een partij vies weer geweest. De laatste tijd. Nou goed, vandaag viel het dan enigszins gelukkig mee. Maar ja. Het is toch fantastisch. Nou, ik ga er vandoor. Doei. En dan ben ik op het voetbalveld. Yes. Daar zijn de jongens. Daar zijn ze. Ze zijn al begonnen. Ja goed, dat had ik al gedacht. Linda staat erachter. Dus gaan we kijken. Hij was aanvallen en nu was hij verdediger. En dan moet Daan verdedigen. Jammer Daan. En dan gaat hij die kant. Dan gaat hij nog een keer. Wow, hij mist hem. Ik ga de training ga ik verlaten. Hun zijn nog lekker nog aan het trainen daar. En ik ga richting huis toe en dan zien jullie mij zo thuis. Dus yes, dus het begint ook nou vroeger donker te worden. Dus. Op naar huis. Zo, en dan ben ik weer thuis. Ik heb even gauw hier beneden even de rolluiken dicht gedaan. Ik ga dadelijk naar boven toe. Ga ik daar ook de rolluiken dicht doen. Want het begint steeds vroeger donker te worden. Dus ja goed, daar is de kat. Hallo! Dus ik ga bij deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij in ieder geval wel. En dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En in ieder geval hartelijk dank voor alles. En alles wat jullie wenselijk is, wens jullie toe. In ieder geval, bye bye, zwaai zwaai. Tot morgen. En laat even een leuke reactie achter deze vlog. Dus, bye! Doei!